Welkom weer op mijn kanaal. Het is alweer tijd voor de favoriete van september, omdat het alweer oktober is. Het gaat echt enorm snel. Ik was de eerste 2 weken van september ook op vakantie naar Texel. Dus vandaar dat september ook alweer vliegensvlug voorbij is gegaan. En ik ben inmiddels weer begonnen met werken. Dus het echte leven is weer begonnen en het bevalt me hartstikke goed. Ik heb het naar mijn zin en het is hartstikke leuk om weer lekker aan het werk te zijn, moet ik zeggen. Echt heel fijn. Ik ga eventjes vandaag favorieten en opgemaakt combineren. Omdat ik natuurlijk nu nog maar 2 video's per week upload. Vind ik het een beetje jammer om en opgemaakt en favorieten erin te doen. Het gaat weer ten koste van andere leuke filmpjes. Dus vandaar vandaag de opgemaakte producten en de favorieten bij elkaar. Laat even weten of je dat, of je dat ook leuk vindt. Het lijkt mij eigenlijk wel handig. Omdat in opgemaakte producten ook wel favorieten zitten. Of juist niet. En dan kan ik die ook meteen bespreken. Dus ik ga snel beginnen met als eerste de opgemaakte producten. Als eerste heb ik weer deze Chamomile Cleansing Butter van de Body Shop opgemaakt. Hij is erg fijn. En ja, ik verslind deze echt. Volgens mij heb ik al 5 of 6 opgemaakt inmiddels. Maar deze is weer helemaal op. En ik vind dit echt verreweg de meest prettige reiniger die er is. Dus die houden we erin. Die zal nog wel vaker voorbij komen, denk ik. Dan heb ik deze opgemaakt. Een Dove Original Deodorant Spray. Ik vind deze ontzettend fijn. En ik vind de originele geur van Dove ook echt super fijn. Dan heb ik 2 producten nog van de Body Shop opgemaakt. En ja, dat was eigenlijk een setje. Ja, niet dat je denkt dat het een setje is. Maar dit was de dagcreme. En dat is de Nutricanix Smoothing Day Cream. En ik vond deze niet heel speciaal. Ik ga hem niet weer opnieuw kopen in ieder geval. Ik vond hem niet zo heel lekker ruiken. En ik vind dat toch wel belangrijk dat het enigszins een beetje prettig ruikt als je het op je gezicht doet. Niet dat er ladingen parfum in hoeven te zitten. Maar nou, dit vond ik nou net zo niet zo heel lekker ruiken. Maar op zich is de dagcreme oké. En dit is een hele fijne nachtcreme. Dit is de Vitamine E Nourishing Night Cream. Van de Body Shop. En dit vind ik wel echt een heel erg fijne nachtcreme. En eigenlijk als enige nadeel vind ik dat deze in een pot zit. En ik vind een pot toch minder hygiënisch. En er is ook echt bewezen dat zodra je de deksel dus opendraait, dat er dan er komt lucht bij en kunnen bacteriën bij komen. En de werkzame stof in het product wordt minder. En ik doe best wel lang met crèmes in een pot. Ik bedoel, ik heb niet een heel erg groot gezicht. En ik ben ook toch wel redelijk zuinig met producten. Dus ik heb wel zeker 4-5 maanden met deze gedaan. Dus dan heb je hem zo lang open. En elke keer weer met je vinger erin. Ik weet niet. Ik heb toch liever een pompje. Dus wat dat er gaat, vond ik dit qua pompje wel fijn. Dit is de douche gel van Monoi de Tahiti. En die heb ik opgemaakt op Texel. Echt een heerlijke geur. Ik had dus ook een nieuwe aangeschaft. Dat kunnen jullie zien in mijn unboxing van een paar weken geleden. Ik zal hem nog even hier boven mijn hoofd linken, zodat jullie hem nog kunnen zien als je hem niet hebt gezien. Maar dit is echt een hele lekkere geur. En tot slot heb ik nog een eyeliner. Deze Essence Eyeliner Easy to Use. Die is in mijn budgetweek ook voorbij gekomen. Een hele fijne eyeliner, want hij heeft echt een klein kwastje. En dat brengt heel fijn aan. Alleen, ik ben er dus wel heel erg over te spreken. Maar hij is dus nu in een maand tijd helemaal uitgedroogd. Het is echt niks meer, dus ik ga hem weggooien. Want dan brengt hij gewoon heel droog aan. Dus dat is wel echt heel jammer, want ik vond hem in het aanbrengen zo super fijn. Ik ga nu over naar mijn favorieten van september. Ik heb 8 mooie favorieten. En ik begin maar weer even met de parfum, dat doe ik wel vaker. En deze maand heb ik veel gebruikt, deze Coco Noir van Chanel. En dat is echt een hele fijne geur. Ik vind, hij ziet er heel zwaar uit, omdat hij echt zo lekker zwart is. Maar ja, ik vind het heel erg meevallen. Hij zit net een beetje tussen zwaar en licht in. En perfect voor deze, weer voor het herfstseizoen vind ik. Ik vind hem gewoon heel, een beetje soul, sensueel. Ik heb hem ook opgedaan vandaag. Ik ben niet goed in geuren omschrijven, dus ga hem gewoon een keer ruiken in de, bij de parfumerie. Want ik vind hem echt, ik vind hem echt heel erg fijn. En ik vind de make-up van Chanel heel erg fijn. Maar ook de geuren van Chanel, ik heb er echt een stuk of 3 of 4 vindt ze echt super lekker. Dan heb ik nog 2 haarproducten. Vorige keer had ik het in mijn opgemaakt producten over de Batiste droog shampoo. Maar ik vond het echt helemaal geen fijn product. Het maakte mijn haar juist heel vet en
Nee, ik vond een heel erge witte waas. Nou, niet fijn. Ik had deze Herbal Essences nog liggen. En dit is de droge shampoo Party Refresh. En ja, er staat op limited edition, maar hij is al echt al ruim een half jaar te koop. Dus ik weet niet hoe lang hij erin blijft. Hij kost €2,99, wat een hele mooie prijs is, vind ik, voor een droog shampoo. Daarbij heeft Herbal Essences ook wel vaak 1 plus 1 acties. Dus nou, dan zou je er €1,50 voor betalen. Helemaal mooi, maar hij ruikt heel erg lekker bloemig. En hij geeft bijna geen witte waas, echt niet. En ja, ik vind gewoon, ik heb hem nu ook weer in, dat hij wel echt het haar iets stugger maakt. Maar ja, hij behoudt gewoon glans en hij wordt ook niet zo super vet. Dus deze droog shampoo is echt een absolute favoriet. Dan nog wat voor het haar. Ik was in de kruidvat aan het snuffelen en toen kwam ik deze wash-in, wash-out kleurshampoo tegen. En in mijn vorige favorieten zat een rodige kleurshampoo, terwijl mijn haar een beetje koper is. En dat koper vind ik ook nog steeds heel mooi en dat wil ik eigenlijk nog wel houden. Dus toen kwam ik deze tegen in kleur 7.34 Warm Copper. En ik vind dit echt een super fijn product. Je wast eigenlijk gewoon je haar ermee. Je masseert je haar ermee in als een shampoo. Je laat hem 5 minuten zitten. En deze blijft ongeveer 3 wasbeurten zitten. Dus je spoelt hem er ook vrij snel weer uit. Maar ik vind echt dat hij heel mooi even de kleur van je haar ophaalt. Ik heb hem nu... Dit is 2 wasbeurten verder. Dus er zit er nog wel een beetje in. Maar ik, ja, de volgende wasbeurt ga ik deze weer gebruiken. En ik vind hem echt, ja, echt heel fijn. En deze kost volgens mij €1,99. Volgens mij kost hij maar €2. Dus, en ze hebben meerdere tinten. Dus ik zou zeker een keer proberen. En het kan zowel als, op geverfd haar als op gewoon ongeverfd haar. Dus heb jij geen geverfd haar en denk je, ik wil eens een tintje proberen. Dan is dit waarschijnlijk ook een... hele leuke optie. Ik merk toch alweer door de regenachtige dagen en de weersomslag dat mijn huid ietsjes meer nodig heeft. En dan gebruik ik heel vaak voor de nacht deze L'Oreal Age Perfect Extraordinary Oil voor je gezicht en décolleté. En ik vind het een hele fijne olie. Je ziet hij is ook al over de helft leeg inmiddels. Ik heb hem vorig jaar winter ook heel veel gebruikt. In de zomer niet zoveel meer. Maar ja, ik gebruik hem of gewoon puur voor het slapen gaan. Of ik meng hem door mijn nachtcreme een paar druppels. En ja, ik vind het echt een hele fijne, goede, rijke, verzorgende olie. Begin september kocht ik dit primer water van Smashbox. En ik vind het echt een heel fijn spulletje. Echt absolute favoriet geworden. Hij is best heel zuinig zoals je ziet. Want nou, er is nog niet heel veel uit wat ik nog echt heel regelmatig heb gebruikt deze maand. Ik kan hem dus gebruiken als finish, maar ook als primer. En vaak doe ik hem... of zeg maar na de dagverzorging, net voordat ik mijn make-up ga gebruiken, spreek ik hem op mijn gezicht. En als mijn gezicht dan nog iets vochtig is, breng ik meteen de foundation aan. Waardoor je gewoon een ja, iets meer natuurlijke glow krijgt op je huid. En ja, dat is dus een mooie trend voor de herfst. Mochten jullie mijn herfsttrends video nog niet hebben gezien, die in september ook op mijn kanaal kwam, dan zal ik hem ook even hierboven linken. Maar ja, daar gebruik ik hem dus heel graag voor. En je zou hem dus ook nog kunnen gebruiken om te finishen. Vooral als je bijvoorbeeld nog een poeder hebt gebruikt om af te poederen. Dan gebruik je hem als finish. En dan geeft hij ook gewoon nog een hele mooie glow mee. Volgens mij kost hij wel rond de €30. Maar ik vind hem wel de moeite waard. Want ik denk dat hij redelijk zuinig is zoals ik het nu kan zien. En ik vind het gewoon echt een hele fijne spray. En er zitten verder niet zoveel... ja, gekke dingen in. Dus het is een beetje geen alcohol in ieder geval. En dat is voor mijn huid wel echt heel belangrijk. Omdat ik gewoon een hele droge huid heb. Dus dan wil ik niet een spray met alcohol op mijn gezicht sprayen. Want dan, ja, dan ben ik niet goed bezig. Er zit er trouwens naast geen alcohol zit er ook geen siliconen in. En geen olie. Dan heb ik nog 3 ja, make-up producten. Ik heb nu een hele mooie nagellak op, vind ik zelf. Ik kocht deze L'Oreal Color Reach nagellak. En dit is de kleur JLo's Delicate Rose. Dus het zou ja, een roze kleur zijn. Het is een nieuwe collectie die is uitgekomen. De nagellak vond ik gewoon een hele mooie kleur ook voor de herfst. Ik vind hem echt heel erg mooi. Mooie, ja, mooie kleur. Het is echt een beetje een paars-rozige kleur. Er zit een mooie glans in. En hij blijft ook echt goed op de nagels zitten. Ik ben best wel fan van de L'Oreal lakjes. Ik zou ook graag de lipstick er nog bij willen. Want er zijn dus lipsticks en nagellak uitgekomen in deze lijn weer. Maar die is steeds uitverkocht helaas. Dus ik hoop hem nog te scoren. Want dan ben ik een beetje matchy-matchy. Dan ook in mijn unboxing kon je zien dat ik 2 MAC lipsticks kocht. En ik ben blij met al mijn MAC lipsticks. Want ik vind ze allemaal geweldig mooi.
Maar ik vind voor deze maand heb ik hem dan toch heel vaak gedragen. En die heb ik nu ook op. En dit is de Bonnet. En het is een amplified finish. Hij blijft echt hartstikke goed op de lippen zitten. En het is een prachtige herfsttint. Dus als je een beetje, als je houdt van een beetje Bordeaux, Burgundy, rode kleuren. Dan zou ik jou deze zeker aanraden. Hij is echt heel erg mooi. Ik zal hem even van dichtbij laten zien. Amplified finishes hebben nog wel een glans. Het is echt fijn, heel fijn en verzorgend aanvoelen. Maar desondanks dat echt heel goed blijven zitten. Ik denk dat deze ook zeker 4-5 uur gewoon houdt op mijn lippen. En als laatste nog een MAC product. En dit is de Paint Pot in Groundwork. En ik merk dat ik deze de laatste tijd heel veel gebruik. In plaats van mijn soft ochre. Die is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Dus als primer is hij super. Maar hij is ook als kleur op zich gewoon een hele mooie natuurlijke kleur. Ik heb hem nu geswatcht. Je ziet, hij heeft gewoon een hele mooie, net iets donkerder dan een huidskleur. En daardoor komt hij heel natuurlijk over. En zou je hem ook heel mooi kunnen gebruiken voor een hele mooie natuurlijke look. Dus ik vind de MAC Paint Pot in Groundwork een absolute aanrader voor zowel onder je make-up als zo te dragen. En dan waren dit al mijn opgemaakte en favoriete producten bij elkaar. Nogmaals, laat even weten of je dat leuk vindt. Het is wellicht weer een iets langere video. Maar dan heb ik wel alles gewoon in één besproken. En dan is er meer ruimte nog voor andere leuke video's. Als jullie tips hebben voor leuke video's, laat me even weten. Ik heb best heel veel inspiratie, maar ik wil ook graag weten wat jullie leuk vinden om te zien. Geef het hieronder even aan in de comments wat je leuk vindt om van mij te zien. Wat voor soort video. En dan ga ik kijken of ik daar gehoor aan kan geven natuurlijk. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer. En als je je nog niet hebt geabonneerd, vergeet je dan niet nu even te abonneren. Doeg!